Na 9 jaar gaat er een voorzitterswissel plaatsvinden bij BZW, oftewel de Brabantse Zeeuwse Werkgeversvereniging. De heer Swinkels draagt het stokje over aan Peter Struik. Van een Brabander stappen we over naar, ja, dat is een pikant detail, iemand van boven de rivieren. Laten we kijken hoe jullie in ieder geval de carnaval doorgekomen zijn, heren. Welkom. Nou, heel goed. Ik heb het ook op de kleinkinderen gepast. Dus niet al te jolig geweest? Niet al te jolig geweest. Dat is nu eenmaal de leeftijd die je bereikt. En hoe was het bij u? Want u komt van boven de rivier. Gewoon gewerkt. Gewoon keihard gewerkt. Ja. Nou, dan gaan we maar over tot de orde van de dag en de reden waarom jullie hier zijn. Waar vindt u, meneer Swinkels, dat de heer Struik de aankomende jaren zich op toe moet leggen? Nou, op het verdere flexibiliseren van de arbeidsmarkt, die is in Nederland nog steeds toch eigenlijk te vast. En we zullen het moeten hebben van een moderne arbeidsmarkt waarin talent ontwikkeld wordt en veel geïnvesteerd gaat worden in onderwijs, ook door de bedrijven zelf. Nou, dat is dan direct de opdracht aan u. Heeft u ook genoeg materiaal gevonden in de koffer die de heer Swinkels achterlaat om daarmee aan de gang te gaan? Nou kijk, ik denk wat Peter heeft gedaan is heel goed Brabant en Zeeland op de kaart gezet. Hè. Wij zijn de maakindustrie van Nederland. En ik denk dat wij hebben nu een voice in Den Haag en die moeten we nu gaan gebruiken. Die voice in Den Haag, hè. U heeft er alles aan gedaan om die focus te verschuiven van de Randstad naar Brabant. Zegt dat iets over de verhouding tussen de politiek en de werkgeversvereniging? Wie is er aan de macht? Nou, ik denk, kijk, politici werken ook hard. Alleen het probleem is dat zij niet bijhouden hoe snel de ontwikkelingen in de wereld gaan. En dat wij niet genoeg onderkennen dat uiteindelijk het nu weer terugkomt op iets maken. Toegevoegde waarde creëren in de economie. En dat is in Brabant en Zeeland volop gaande, met name in Brabant. Hè, dat zie je. We maken weer iets en dat... Maar hiermee geeft u dus eigenlijk aan dat de werkgevers misschien nog veel meer, of werkgeversverenigingen veel meer zelf zouden moeten kunnen bepalen met de ondernemers. Nou, de politiek kan niet goed bijhouden de snelheid van de economische ontwikkeling in de wereld. En dat betekent... Dat ze achterlopen. Dat ze achterlopen. Per definitie. Dan heb je ook nog de politieke instabiliteit in dit land. Hè. We krijgen zeg maar 7 kabinetten in 12 jaar. En dat stagneert onze ontwikkeling. En dat is erg jammer en daarom moet je veel naar Den Haag. Deelt u die mening? Ja. Ja, ik denk dat we inderdaad toegevoegde waarde. En om dat te doen moet je die arbeidsmarkt verder flexibiliseren dan dat haastakkoord wat er nu gesloten is. En ik denk dus dat je, daar wil ik eigenlijk een actieve lobby op gaan voeren. Hoe kunnen wij met onze leden een duidelijk plan neerleggen waar de politiek uiteindelijk alleen maar ja tegen moet. Nou, geef het antwoord. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik denk dat we naar een persoonlijk potje toe moeten voor mensen waarin je pensioen en een soort transitiebudget, of hoe je het ook wil noemen, in elkaar zit. Dus die moment dat je van werkgever verandert, dan ben je niet je geld kwijt. Dan is het nog steeds, en dan heb je eigen rechten nog. Want de oude sok in een potje. Nou, ik denk een nieuwe sok in een potje. En daar gaan we. En dan maak je het vaste minder vast. En hoef je met die flexibiliteit ook niet zo extreem te doen zoals we nu af en toe doen. Wat is jullie grootste verschil? Ik zie hier echt zo. U bent er helemaal klaar voor. En u heeft iets van, nou, oké. Nee, absoluut niet. Maar ik vind wel dat je opvolger moet je niet voor de voeten lopen. Ik vind het een uitstekend idee. Ja, kun je het loslaten na 9 jaar? Ik kan dat absoluut loslaten. Dat is geen enkel probleem. Ik blijf natuurlijk wel actief op ander gebied. En ik hoop dat we er echt in slagen om mensen duidelijk te maken dat de technologische ontwikkeling zo snel gaat dat we in dit land besluiten moeten nemen voor de lange termijn. De stip op de horizon zetten en daar hoort die arbeidsmarkt bij en daar hoort heel veel investering in onderwijs bij. De 18e maart, dan is D-Day, dan is de lenteprikkel daar, dan wordt het stokje daadwerkelijk overgegeven. En het is ook de dag waarop jullie gaan anticiperen op de derde dag in september. Dus wat gaan jullie doen? Nou, wat we gedaan hebben is dus de derde dinsdag van maart is een half jaar na Prinsjesdag. En daar gaan we even terugkijken. Wat heeft de politiek allemaal besloten en gaat dat goed? En vooruitkijken wat wij vinden dat de politiek zou moeten doen. Ja, want dat gaat dan jaarlijks herhaald worden. Deze keer vliegt u eruit, u vliegt erin. En ik wens jullie allebei een hele goede vlucht. Dank wel voor dit gesprek. Dank je wel. Graag gedaan.